Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video en we zijn ook bij Simon, hallo! Hallo kijkers van Simon! Hallo kijkers van Simon! Vandaag gaan we lekker golfen. Ja, we gaan golfen. Ik heb dit nog nooit gespeeld, dus ik ben erg benieuwd. Dan gaan we gewoon eerst een map doen, classic mode, want in dit spel je kunt ook basketballen, hockey, kan allemaal. Kan allemaal, oké. Okay. Mega veel maps. Als het goed is, gaan we nu 9 of 18 holes spelen? Dat laat ik aan jou. Ja, nee, ik weet het gewoon niet, dat soort dingen. Oh, oké. Okay. Het ligt zichzelf wel een klein beetje uit. Je hebt een van de heftige dino-kop. Ja. Dan kan je even met C en Verrieken. Linkermuisknop hou je in. En dan kun je ook nog kracht zetten een beetje van hoe je draait, waar je richt. Oké. Okay. Ja. Als het goed is hebben we 2 minuten voor de hole, dat staat rechtsonder. Ook zie je die bal, hoe vaak je hebt het gedaan. En de tactiek is stop met het gat. Sta ik al voor? Ja, je staat voor. Kabooming! Ik deed niet heel goed. Ik was laatst toevallig echt aan het minigolven, dat ging toch iets beter. Ja, maar vroeger, vroeger deed ik dat heel vaak. Ah, oh, te zacht. Kering. Deze wel in één keer. Ja, het echt, ik moest gewoon even opwarmen, dat is hier net zo. Ja, precies. Nee, nu ben ik opgewarmd. Ik heb het al echt in zo lang niet gedaan in het echt, maar ik krijg er meteen weer zin in. Ja, het is wel leuk. Dus, ik zou het gelijk boeken als ik jou was. Ja, ja. Het is goed, dus kan je elkaar ook een beetje beuken. Oh nee, ik heb beuken uitgezet, dat we niet in elkaar kunnen. Het ontstond het uit. Met een bepaalde modus kan je elkaar raken en dat kan wel leuk zijn. Dat kan of ik vreselijk vervelend. Dat jij hier een beter score hebt. Ja, netjes. Is er bij elke hole ook bijvoorbeeld. What the fuck is dit? Maar hier is het par is 2 en dat is gewoon als je het goed doet. Dat ik niet een hole in one niet kan. Want ik heb een hole in one. Ik ook. Oh, uitslover. Ja, nee man. Ja, jij zit voor mij nu gewoon op een mooie score, 8. Ja. Als je het goed speelt, krijg je ook 8. Ongeveer. Maar je was er ook een manier om te springen. Alleen ik weet niet of het in deze modus ook is. Is dat niet ook gewoon klikken? Het zou best kunnen. Ik heb een hele poos niet gespeeld. Dus dit is echt zo'n topspel wat je echt met 6, 7 man kan doen. Het is echt geweldig. Mm-hmm. Maar met z'n tweeën is het ook leuk natuurlijk. Ik heb online wel eens gezien dat je echt hele vette banen nog hebt, zeg maar. Zeker, zeker. Ja, dit is meer de klassieke baan nog. Dit is de classic, ja. Maar je moest ergens overheen, dat wist ik niet. Ja, nee, ik kom ook achter. Maar je kan ook zelfs maps downloaden van de community workshop op Steam. Echt? Nee, ik kan wel botsen. Ik bounce je terug. Ja. Ik vind deze baan niet zo leuk. Nee. Nee, je bent al. Oh, te hard, wat kut. Ja, je hoeft tenminste niet meer over. Zag je dat? Ja, dat zag ik. Dat zag ik heel goed. Oh. Jij hebt het nog nooit eerder gespeeld, zei je? Nee, ik heb nog nooit eerder gespeeld. Weet je het zeker? Ja, dat weet ik zeker. Leuk. Huh? Oh, wacht, je hebt meerdere vlaggen. Nee, je hebt één vlaggetje. Hoe dan? Ja. Oh. Oh, oké. Okay. Het zag er erger uit dan dat het was. Ja. Ik heb het alweer verpest. Het is een mooie hoek had ik en ook. Ik heb... Sorry. Dat is echt wel pijnlijk. Oeps. Want bij de hole, het gaat naar beneden alleen. Ik kwam precies in de hoek uit. Ik kijk nou naar jouw perspectief, Milan, als ik hem al in heb, maar wil je heel Milans perspectief zien, ga dan even naar zijn kanaal toe. Ja, en hetzelfde geldt voor Simons perspectief. Hey. Wist je dat Milan bijna de 400 abonnees heeft? Als je nu kijkt, even abonneer op Milan. Ja, dat zou heel fijn zijn, dankjewel. Oh, huh? Dat zag ik. Ja, ik ben een pro gamer move te doen. Maar het werkt alleen niet, of? Nee, het werkt dus niet helemaal. Want is dit wel, dat wel het einde, ja, hè? Ja. Oh, out of bounds, oeps. Deze baan doet pijn. Dat klopt, ja. Ik ben ook out of bounds. Maar ik heb ook een paar keer
niet helemaal goed gehad. De booming. Ik vind deze echt niet leuk. Deze gaat erin, Simon. Oh. Ik had goed gericht. En als je dit dus vaak speelt, dan krijg je dus ook allemaal coins of zo om dingen te maken? Dat weet ik eigenlijk niet hoe dat precies is, maar kan het gewoon random zijn. Oké. Okay. Maar er zijn wel cosmetics in Hoorn One. Had je Hoorn One? Ja, maar ik had net 9, dus dat mocht ook wel. Ja. Ik wist niet dat er een tweede gat was waar je in kon. Nee. Ik wel. Ja, als je de banen kent. Dan... Ja, dat is op zich dat kun je het een beetje zien. Niet dat ik dat deze keer had gedaan, maar... Ik lig me mooi voor. Nou, jij draait ook nog. Oh, lucky. Sad. Ja. Hoort erbij. Ja, dat hoort er zeker bij. Ook toch allebei 3. Mm-hmm. Ik dacht echt van, oh, je hebt 1 meer. Maar even verkeerd gedacht. Wow, dat was een pro-gamer move dat jij deed. Ja, het ging niet helemaal zoals ik wou. Maar... Ik hoop, als ik hem 1 sneller jou kan completen, ben ik blij. Hoeveel heb je? Ik heb hem 3 keer gedaan. Jij ja, ik ook. Nee. Oh. Uitsloven. Yay! Gewoon met vrienden! Ik ga wel van naar jou kijken hoe jij het doet. Maar als de hele baan vol is, is het ook zo chaotisch. Oh, te zacht. Dit was zonde. Kan gebeuren. Weer te zacht, godverdomme. Ik durf niet te hard, omdat ik namelijk out of bounds ga. Ja, ik kwam juist dead ook te zacht en toen kwam ik weer terug. Ja. Oh nee, ja, niet weer. Nu ben ik out of bounds. Wauw. Dat is goed nieuws voor mij. Ja, nu... Nou, wat een kuthol is dit, hè. Ik snap wat je bedoelt. Wat is dit? Nou... Ja, godverdomme! Dit is nog niet zo'n frustrerend mapje, gelukkig. Noem het maar niet frustrerend. Nee. Wat is de max aantal... Wow, of mijn 10? Ik ben zo geglitcht dat ik niet kan zien waar ik schiet. Ik zit er wel in. 10 strokes? Boe. Ja. Je gaat me nog inhalen, maar... Simon. Maar ik weet niet wat het hoogste aantal is dat je kan hebben. Dat is niet zo moeilijk. Had je hem in 1 keer? Nee, 2 keer. Ik had niet goed kracht gezet, dus ik Ja, oeh. 3 keer. Ik weet niet hoe die kettingzaag werkte, want voor mij kun je daar iets mee doen. Of deze is gewoon decoratief. Voor bepaalde maps zijn bounce pads. Hey, wat toevallig, een bounce pad. Wajo. Gaat hij in? Gaat de Milan het doen? De meester? Nee! Hij doet be verneuking het. Zo. Wel een paar, dat dan weer wel. Maar... Ik hoop dat de laatste ons een beetje lastig zijn. Een beetje gelukkig involved is, zoals je het zegt. Wow, yo. Zee! Wat zijn die andere holes die hier zuid zitten eigenlijk? Ik denk dat je naar beneden rolt. Oké.
Eagle! Wat een mooi geluid. Zo hou ik je nooit in. Je moet niet zo goed doen. Even rustig aan. Mag ik een 1, 2, 3 in de chat als Milan een tryout is? Ik ga Milan zijn comments checken. What the fuck is dit voor een baan, joh? Een vreselijke. Oh, god. Ik had hem gewoon bijna all in one, hè? Maar net niet helemaal. Dat klopt. Maar wel in tweeën. Ja, ik ook. Ah, jij ook. Ja, ja. Ik kan wel iets. Iets. Niet veel, maar wel een beetje. Ik kan wel iets. Huh? Dit gaat sowieso niet goed. Nee. Nee. Het was een goede inschat. Nee, ik lig achter een paaltje. Nice. Oh nee, ach, vreselijk. Dan lig je zo mooi op het laatste. Is het... Nou, nee. Toch niet. Je wilt toch nog een beetje. Oh, een beetje. Stop. Je gaat heel snel te hard, hè? Ja, maar echt, deze banden ook. Dit is waarom ik de supermarkt haat. Kijk, nu is dit in de buurt. Iemand weg. Een dubbel bogey. Bogey? Dit kan nog jouw redding worden, Simon. Ja. Nee. Deze heb je. Je hebt hem, je kunt het. Kip, ik heb je. Nog één hol. Oh, ik kan je ook kicken, zie ik. What the fuck is dit? Deze ken ik, deze map. Ik heb nieuw verpest. Dat klinkt goed. Ik ben benieuwd in hoeveel jij hem haalt. Nou, ik verlies deze van de map af. Uit de map. Dat zie ik, ja. Ja, is een goeie. Dit is een goeie. Kijk uit voor de boomstammen. Oh nee! Oh, jij hebt hem ook al gewoon al. In tweeën. Ik vind het niet meer leuk, Milan. Ik wil niet weer met jou spelen. Waarom heb ik jou dit spel gegeven? Ja. Yeah. Waarom? Kabooming, 10 punten verschil. Ik vind dat we nu de volgende set holes moeten doen. Ja, dat is goed. Het staat 1-0 voor mij. Ja, we hebben genoeg tijd, dus dat kan helemaal. Even kijken, first. Haunted. Haunted of Oasis? Ik denk dat Haunted. Even kijken, wat is de leukste map? Ik denk dat Oasis het leukste is. Oké. Okay. Ja, het is niet helemaal voor ongehoor, maar het is eentje die even moeilijk is, denk ik. Box. Ik denk dat we 2 keer 18 in een aflevering kunnen doen. En misschien dat we dan gewoon nog een keer een video. Ja, maar dit was wel een deze baan is niet super lang. Ik zag dat je custom deed. Wat deed je custom? Wat? Nee, niks. Jawel, zie je. Jij probeert zo van mij te winnen, hè? Je hebt bounce zeker aangezet. Kon je het zien? Ik zag opeens Classic Custom staan. Ik dacht van ja, hij heeft iets aangepast zodat hij opeens wel kan winnen. Nee, een leuke twist. Oh, kut. Ja, maar jij weet die twist en ik niet. Ik vind dat niet echt eerlijk, zeg maar. Je had het al geraden, dus. Oh, hij zit hier bovenop de hol, hè? Nee. Jij zei bounce. Ja, dat weet ik. Of, nee, maar er zat een gaatje bovenop. Oh zo, ja. Nee, dat komt gewoon door de map. Nee, ik heb de collision van onze balletjes aangezet. Oh. Ja, dat we wel elkaar kunnen stoten. Ja. Oké, vooruit. Nee! Ik sta nu al voor. Ja, echt. Ik slecht begin. Ik moet er even inkomen. Misschien nadat ik elke baan 10 keer heb gedaan, zit ik erin. Misschien. Dit is een hele interessante. Ja. Het is een lange Frans ook. Hè? Heel interessant. Oh, so close. But yet so far. Wauw. Ja, je moet het net goed doen. Ja, ik heb een 3 gedaan hoor. Ik ook. 2 puntjes verschil. Dit kan nog. Ik vind deze ook al leuk, deze holes. Ja, nee, daar heb ik hem ook uitgekozen. Een klein beetje smaak. Goed zo. Wee. Ja.
Denk dat je deze beter hebt gedaan dan ik. Ja, nou, ik kan het nog doen. Oh, ja. Never mind. Het is een beetje gokken met hoe een verhoging werkt. Mm-hmm. En je gaat omhoog, dan... Precies. En hoe scheef je te gaan, als je langzaam gaat, gaat hij niet op zee. Deze ziet er lastig uit. Oh, je hebt dezelfde tactiek. Oh, je hebt me opzij gedrukt. Milaning, de saboteur? Nee. Dit vind ik heel leuk aan. Nee. Dit inschat is heel lastig. Nou, ik begin weer opnieuw. Hoppa. Hé, hij zit erin. Ja, ja. Nou, nu jij nog. Oh, lekker. Ik was heel veel bang voor dat hij ernaast ging. Nee. Ja. Het gaat er nog nek aan nek. Precies. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze aan elkaar zit. Oh nee, niet deze. Oh, dat was niet... Huh? Oh jezus, wat een schans. Dat is echt een rotbaan. Huh? Hoe moet deze? Ja, voor mij is het probleem dat we te ver nog naar het midden zitten. Oh, je moet... Hé? Voor mij raak ik steeds het hoekje. Hè? Huh? Ik snap deze niet. Nee. Oh, ik had hem bijna. Maar waar moet die in? Links van ons, maar je moet hem via dat ding stuiten. Oh, links van ons? Yo. Nee, weer daarover, het gebeurt steeds. Wat een kutbaan is dit. Ja. Dat jij het zegt. Blijf. Ah, nee! Ik had hem erop, Milan. Ik weet niet of je het zag. Nee, ik zag het niet. Maar hij rolde net weer vanaf bij het randje. Kijken. Oh. Ik heb echt geen flauw idee wat ik doe. Ik krijg dat gevoel bij, Nick. Nee. Ik heb hem weer bovenop liggen en hij rolt weer naar beneden. Nee. Oh. Ja, je hebt hetzelfde dus. Ja. Hey. Hoi. Ah, I ran out of shots? Oh, ik had het gewoon kunnen halen. Ik dacht ik saboteer je, maar... Nou, dan hebben we deze tenminste gelijk gedaan. Dan kun je soms beter gewoon wachten voor de tijd, dat die voorbij is. Ja, ik weet niet hoeveel schoten hij dan pakt. Deze ziet er te doen uit. Ik schiet er overheen. Ik heb niks gezegd. Dit is een interessante hol, ik weet dit. Ja. Oh, nice. Het is anders dan klassieke golf, zoals een vogeltje. Ik heb zo'n vogeltje, ja. Dit is toch zo'n artiest? Birdie? Ja. Ja, is dat niet van Skinny Love? Ja, maar doe mij maar een Nederlandse Birdie met het nummer Met Mien Ogen Dicht. Wat? Nee, een echte muzikant kent dat nummer wel. Nee, maar ik ben ook geen echte muzikant. Ik ben zelfs niet eens een geen muzikant. Neppe. Wat is de bedoeling? Oh, ik zie het al. Oh, iets te hard wel. Dankjewel voor de tip. Wie heeft dit bedacht? Geen idee. Nou, de developer, het is een standaard map, dus... Standaard map? Nou, ik vind er niks standaards aan. Nou, dat is wel zo, maar deze is... Ja, de andere maps zijn ook wel leuk, maar dat is dus het mooie. Het heeft een twist allemaal. Ik vind dit een valsspelerij. Iemand die had een palinko map gemaakt. Als je palinko kent? In ieder geval met die balletjes met al die dingen dat het naar beneden gaat. En dan is het van, heb gewoon geluk. Oh, ook leuk. Ja. Dan dacht ik, oh, hoppa, mis. Je staat denk ik nu voor, Simon. Dat was er tot mijn realisatie gekomen. Dat idee had ik al. Nee, ik sta nog voor. Kabooming. Wij gaan zo meteen nog de piramide in. Zo. En de Sphinx. Oh. Net niet. So close, but yet so far.
wat een kut level is dit, zeg. Nee, deze is leuk. Deze spel je alle mechanics? Ging je dan door de muur heen of zag ik dat verkeerd? Nee, ja, dat zag je verkeerd. Nee, dan leek het even zo. Nu sta je wel echt voor. Daar dacht ik, deze heb je niet eens heel slecht gedaan. Never mind. Noob. Aardig. Zeker niet. Ik moest eventjes kijken dat ik nu onder stond. Dat was de eerste keer vandaag. Ben hem eraan? Trestalken word je beter van. Oh, wat een kutspel. Je wou het zelf hebben, dus... Dat is waar. Huh? Nee, wat er nu gebeurde is zo oneerlijk. Wat gebeurde? Ik was er, alleen ik ging via Out of Bounds daar en toen werd ik gewoon teruggeteleporteerd. Huilen. Ja, moet maar eens terugkijken wat er nu gebeurde. No. Oké. Okay. Dat je zo wil winnen. Ja, zo wil ik winnen. Maar ik ben niet uit hoe ik win, soms moet je gewoon vies spelen. Oh. Hier, wat een kutspel is dit, zeg. Normaal als je dan weer erin meet, dan is het gewoon goed, dacht ik. Ja, maar dat was dus toen straks niet. Wat ga je dan doen? Boos worden. Omdat je verliest? Hoppa. Nee, omdat ik oneerlijk verlies. Nee, oké. Shit, het wordt 1-1, denk ik. Ja, het zou wel mooi zijn. Nou, ik kan je vertellen, er is nog niks gezegd. Er kan nog van alles gebeuren. Ik vind het soms wel lastig om te zien waar ik überhaupt heen moet. Ja. Maar er zijn een beetje meerdere manieren waar je langs kan. Hij doet het gewoon. Deze is heel netjes. Ik wou je supporteren, maar het werkte niet. Oh. Kijk, ja, sabotage en dan krijg je gerechtigheid. Ja, karma. Instant karma. Ik heb nog niks wat gedaan, het idee alleen al. En dat ging wel mis. Ja, eentje op de hol, 1 punt verschil. Kan ik maar even. Dit vind ik interessant. Gewoon het water op? Hey, je vuile lul! Het moet op zich niet heel veel uitmaken voor dit level. Nee, maar ik heb het alweer verneukt. Oh. Milan, ik zou het zo nog een keer doen. Dat geloof ik meteen. Als je een kans kreeg. Ik weet alweer hoe we moeten gaan spelen voor de volgende keer. Vals. Nou, jouw pesten in ieder geval. Ja. Gewoon dominantie tonen. Dominantie tonen is dat, ja. Oké. Okay. Oh, ik had bijna weer te hard geslagen over het hol heen, maar ja. Ik had hem gewoon deze keer. Kom jij nog een keertje? Nou, doe eens even normaal. Oh, dit was te zacht. Oh, pijnlijk. Ja, nee, dat doet wel pijn. Echt net een klein tikje. En anders dan was hij echt perfect geweest. Maar hij was gelukkig niet in het water. Jezus, wat slecht. Ik wil zelf nog een potje doen, dus... Maar die 8 punten, kijk, dit scheelt al 3 punten. En als ik nou pech heb, ja, dan is het zo weer andersom. Ik zit even te kijken. Jezus, wat zie ik daar rechts allemaal gebeuren? Beweging. Oh, het is helemaal niet erg dat we in het water zitten. Oh jawel. Je bent weer in het water gevallen. Ja, ik heb het 2 keer gemist. Oh, ik ook. Jeetje, je moet echt heel hard, of niet? Ja. Ik ging alsnog te hard. Oh, dit level ziet er echt uit als een soort killing. Hoe dan? Vertel het me. Ik weet het niet. Ik ben nog steeds op de startpositie. Ah, dit was wel mijn kans. Die ben ik nu wel dik aan het verneuken, maar dat maakt niet uit. Kijk, ik rol er weer in! Oké, ik heb een idee. Ik ben te rond. Het is te zacht, Milan. Oh, nou... Ja, het is wel te zacht. Kut, sorry. Hey, Milan. Niet hey, Milan en mij. Don't do that to me.
Hey Milan. Wat een kut level is dit, zeg. Dat heb ik je vaak horen zeggen. Mag ik een wat een kut level counter voor Milan? Ga jij hem erin zetten? Nee. Wat is dit? Ik was zo. Mis. We rennen uit op shots. Oh ja, dan. Oh, oké, okay. Nee, kan ik mijn leven. Dit is gewoon, dan is geen puntverschil. Dit was gewoon mijn kans, hè? Om je weer te... En je hebt hem verpest. Ja, inderdaad. Wat een onzin hoe jij daar doorheen ging. Dat zijn skills, Milan. Dat zijn skills, zegt hij. Ja, dat is waarom jij er nog niet langs bent. Heb ik al gezegd dat ik Oasis een kutlandje vind? Ik denk dat je anderen nog kutter had gevonden. Nee. Moet je die wel een andere keer gaan doen. Oh, bij mij teleporteer je ook in één keer er doorheen. Nou, ik ging er gewoon netjes doorheen. Je had hem recht al in het zandbakje kunnen gooien, dat je gewoon via de hoek ging. Oh. Dan had je het hele stuk kunnen skippen. Dat heb ik zelf niet gedaan hoor. Oh, en je zat bijna in de hol. Kom dan, Milan. Je hebt potentie. Ik geloof in je. Yes, potentie. Voor maar één verschil. Dat ja, kijk, daarom. Mee. Daarom. Nu moet ik wel 9 punten inhalen, maar... Moeten we in die Sphinxse mond? Nee, hè? Ja. Nee, dus. Oh, jawel dus. Jij probeerde het ook. Ja. Misschien kan het ook wel zonder, trouwens. Lollig. Hey Milaning. Yo, Eng. Ik doe hem maar gewoon veilig. Dit is wel een hele vette, vind ik. Dit. Oh. Oh, fuck. Nou, ik heb heel veel dingen verpest. Ja, heel veel slagen. Yo, hier binnen zijn ook allemaal landjes. Ja. We hebben nog een paar holes te gaan. Ik probeer hem weer weg te schieten, hè? Nee. Ik probeer gewoon het gaatje te drukken. Kijk. Even goed. Deze niet, vandaar dat ik gewoon schieten volgens mij, dat is hoe ik deze had aangepakt. Hoppa, par. Geen super, guys. Ah, aha. Jij bent zo funny boy. Ja. Wauw. De ene keer denk je van, oh ik doe hem zacht en dan gaat hij er... komt hij er bijna niet. Nou, nu kan ik je bijna niet meer inhalen, dan moet jij het wel heel slecht doen. Ja. Weet je wat we vandaag gelukkig niet hebben gedaan? Overal ing achter plakken, echt. Nee, lekker rustig. Ik haat Sander voor dat. Ja. I do be hating, zoals hij zou zeggen. You do be out of bouncing. God, nee. Ja, nou eigenlijk wel, ik was wel out of bounds. Ik ook. Kut, sorry. Ik weet niet eens waar de hol is. Moeten we nog iets verder gaan? Dan komen er wel. Hij doet also be out of bouncing. Bouncing, kaboomie. Kaboom. Maar kun je alleen springen als je op het water bent met deze map? Ik weet niet precies hoe het zit. Als je op het water bent, kon je wel springen. Maar hier is geen water, dus dat is een beetje lastig. Ik zou nu heel hard via de buitenkant. Nee.
Raging Sea Morning! Ja, hij zit erin. Lekker, Milan, ontdekken. Het kan nog, hè? Het kan nog. Het kan nog. Als ik gewoon gemiddeld 4 meer overdoe de komende banen. Oh ja, ik kon niet springen, was ook zo. Nee! Oh, ik dacht het was zo goed. But not. Helaas. But not, één. Soms moet je gewoon veilig spelen. Oh, hij gaat weer veilig spelen, of pussy. Ja, een beetje, niet helemaal. Ik kan mij wegdrukken. Oh! Die is er niet. Nou, ja, jij ook. Die ook. Oh, net niet. Kost jezelf alleen maar een slag. Ja, maar het was het waard. Het was het waard. Oh! 7 verschil. Dus ik moet hole-in-one en dan komt het allemaal goed. Nee, maar deze is puur geluk. Daar hou ik van. Er kan nog van alles gebeuren. Oh, kut. Zo moeilijk, kut dat je soms niet ziet wat erachter zit. Klopt. Wat een zin zeg, Jezus. Het kan niet dan. Ik heb 7 schoten gedaan. 8. Als je je best doet, dan kan het. Ik geloof in je. Maar ik moet... Je gaat het doen. Maar ik heb dus nu zo hard mogelijk als het kan, hè? En dan nog haal ik het niet. Nee, zit je, moet je op die verhoging of? Ja. Ja, nee, ik snap ook niks van. Ik denk dat ik een stukje naar achter moet daarvoor. Het is niet helemaal zoals ik het had bedacht, maar. Vooruiting. Bijna out of bounds. Nee, dan haak ik het helemaal niet. Dan moet ik juist dichterbij dan. Nou, nee, ik heb met een klein beetje een hoekje gedaan. Dat ik niet terugstuiterde. Trouwens, ik zit erin. 7 keer. Dus ja. Hoor een wandel je mee. Of wil je niet mee. Maar laten we het spannend houden. Wie zou er gaan winnen? Oeh. Is het Simoning? Ik denk het ook wel in. Ik zie nu niet wat ik deske. Oh, hoppa. Dan. Nu hebben we beide dus 1 game gewonnen. Ja, staat nu 1-1. Maar dat wil kan je niet. Weten wie er beter is? Ga dan naar de volgende video kijken. Nee, Milan, daar ga ik niet mee akkoord. Maar we moeten naar de volgende video kijken. Wat nou als we steenpapier schagen doen tegen elkaar om te kijken wie de winnaar is van vandaag? Nee, dat gaan we niet doen. We houden gewoon een all-time score. Oké, is goed. All-time score. Daar kan ik mee leven. Dat is goed. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei!